Wat is er nou leuk aan suppen? Nou, één ding, zoals u net gezien heeft, is natuurlijk dat je ermee kunt mikadoën. Daar heb je er wel een aantal voor nodig. En we hebben er genoeg. We hebben een flinke berg ingekocht. Want wij verwachten dat deze zomer heel veel mensen het water op gaan met een subboard. Maar wat is er nou leuk? Nou ja, wat mij betreft heel erg veel. Ik ben zelf met dat virus besmet geraakt een aantal jaar geleden. En ik dacht eerst van, nou ja, dit is een beetje suf en saai. Nou, dat is het helemaal niet. Want je kunt op verschillende manieren suppen. Je kunt lekker de natuur in, genieten van de prachtige natuur van de Hollandse plassen of andere gebieden. Je kunt er een workout van maken, dat je zwaar bezweet terugkomt en echt een heel voldaan gevoel hebt. En je traint echt alle spieren in je lichaam. Dat is het mooie van suppen. Je kunt het heel sociaal doen. Als je met een clubje gaat van 4-5 personen, overigens verhuren we ook subboards. Dus een keer met een groepje bij ons het water op om het te proberen of om met een groepje te gaan, dat kan ook. Kortom, ik kan heel veel redenen noemen om, nou ja, deze zomer met een van deze prachtige subboards het water op te gaan. Kom naar Campers Watersport en ik laat u alles zien en alles weten over het suppen. Tot ziens. Ik heb nog niet helemaal met volle overtuiging gewonnen van Igor net, dus ik ga gewoon die boards nog eventjes opstapelen. En dan ga ik gewoon stiekem nog even oefenen. Ik heb ze volgens mij heel erg moeilijk neergelegd, maar ik ga het gewoon proberen, want de volgende keer moet ik natuurlijk wel winnen.